Radio 2 Limburg met Matthijs Bijnens. Radio 2. 14 februari, dat is Valentijn natuurlijk, ook maar een datum. Maar je kan vanavond wel naar een theatervoorstelling gaan die van toepassing is. Romeo en Julia, zeer bekend van Shakespeare natuurlijk. Het stuk wordt opgevoerd in het casino in Houthalen. En het is eigenlijk geen gewone Romeo en Julia. Het is theater speciaal voor anderstaligen. Ik heb Peter Schoenaerts aan de lijn. Die heeft het originele stuk van Shakespeare bewerkt tot een heel toegankelijke versie. Goedemiddag, Peter. Goedemiddag. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen, zo'n Romeo en Julia in eenvoudig taalgebruik? Wel, ik heb de tekst gemaakt met ongeveer 1000 frequente woorden. En die is dus heel, heel eenvoudig, zodat mensen die nog Nederlands aan het leren zijn, en dat kunnen bijvoorbeeld Franstalige Belgen zijn, maar dat kunnen ook vluchtelingen zijn of migranten, zodat zij heel goed kunnen volgen. 1000 woorden, dat is erg weinig, denk ik dan. Ja, dat klopt. Maar je moet weten dat we in ons dagelijks taalgebruik ook niet zo heel veel woorden gebruiken. Dus pas als je echt literatuur of zo leest, dan heb je een hele brede, rijke woordenschat nodig. Maar in gewone dagelijkse taal gebruiken we ook niet zo heel veel woorden. Dus om eerlijk te zijn, gisteren was de première. Dus vandaag is de eerste voorstelling in Limburg. En er was een Chinese mevrouw die was komen kijken en die had bijna alles verstaan. Dus die was heel trots. En haar man, een Vlaming, die zei van ja, ik heb er ook heel erg van genoten, want ik heb niet gemerkt dat het speciaal voor anderstaligen geschreven was. En dat vond ik een heel mooi compliment. Dat betekent dus dat de taal ja, heel begrijpelijk is, heel makkelijk is, maar toch nog heel gewoon is. Voilà, ik wou het net vragen. Hè. Hoe anders ja. Is die versie dan? Is die dan ja, veel beperkter? Is die dan niet zo leuk? Nee, als ik het even alleen over de taal mag hebben. De woordenschat is dus ja, heel beperkt, omdat we heel basic woorden gebruiken, heel frequente woorden gebruiken. Maar bijvoorbeeld, we maken het ook makkelijk door dingen te herhalen of door synoniemen te gebruiken. Bijvoorbeeld, als Romeo en Julia getrouwd worden, dan zou je kunnen spreken over het feit dat ze echtgenoten worden. Maar het woord echtgenoot is dan weer zoiets dat niet zo heel frequent is. Dus wij zeggen gewoon dat ze man en vrouw worden. Dat klinkt voor iedereen even natuurlijk, maar voor iemand die de taal aan het leren is, die kent de woordjes man en vrouw wel, maar die kent waarschijnlijk het woordje echtgenoot niet. Maar je hebt dan echt wel stevig moeten wieden in het taalgebruik van Shakespeare himself, ja. Hè? Ja, absoluut. Ja, ik hoop de tijd mij vergeet. maar ik heb het hele verhaal wel behouden, dus alles wat Shakespeare geschreven heeft qua verhaal zit er allemaal in. En ook, ik heb me wel laten inspireren door de beelden die hij gebruikt en de poëzie die hij gebruikt. Dus er is ergens een gevecht en ze schelden elkaar uit voor hond. Wel, dat zit ook bij ons in de versie. Alleen is dat niet zo literair gezegd allemaal. Ze noemen elkaar hond, hè? Zie je? Maar dus we gebruiken wel al die input van Shakespeare. Zo'n theater voor anderstaligen, het is niet jouw eerste stuk, denk ik. Is dat nodig? Is er veel interesse voor? Ik doe dit al 18 jaar en ik ben ermee begonnen omdat ik zelf ooit les gaf. Ik gaf les aan anderstaligen in Leuven. En ik zag dat die mensen niet naar cultuur gingen, naar de film of naar theater, omdat ze dat te moeilijk vonden. Ook omdat er heel vaak dialect gebruikt wordt. En hoewel ik vind dat dat allemaal kan en zo verder, heb ik ook gemerkt dat die anderstaligen ja, dat dan niet doen. En dus ben ik eigenlijk theater gaan maken in een hele begrijpelijke Nederlandse taal, eenvoudige Nederlandse taal. En dat, ja, dat sloeg aan. Dus ik ben in 2001 begonnen en ik ben er nog altijd mee bezig. Met deze theatergroep Theater van A tot Z, waarmee we dit maken, maken we ook andere voorstellingen voor verschillende doelgroepen. Maar ik blijf dat theater voor anderstaligen belangrijk vinden, omdat ik denk dat het mensen kan helpen om gemotiveerd te zijn, om de taal nog beter te leren. He, ze amuseren zich in het theater, ze worden enthousiast door wat ze zien en door wat ze begrijpen. Dus dat geeft hen dan toch het gevoel dat ze iets aan het doen zijn met die taal waar ze hard op blokken. En ik denk ook dat hun integratie bevordert, omdat mensen ja, vaak, die niet van hier zijn, die moeten de taal kennen om te studeren of om werk te vinden. En op die manier, door hen ja, ook cultureel te stimuleren, gaan ze, denk ik, beter geïntegreerd raken. Voilà. Dus ik vind dat echt heel belangrijk, ja. Dat is inderdaad heel mooi. En het is nog plezant ook, hè, om te gaan kijken, denk ik. Hè. Vanavond ja, ja. Voorstelling in het Casino van Houthalen. Er zijn nog tickets of zit de zaal al ja, vol? Ja, de zaal zit heel goed vol. Ben ik heel blij mee. Maar er zijn nog wel wat kaartjes. Dus wie wil, kan er nog bij. Voilà, vanavond Romeo en Julia. Heel erg van toepassing vanavond, want het is ook Valentijn. Dankjewel, Peter Schoenaerts.